Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Beste jongens en beste meisjes, welkom allemaal in dit nieuwe programma, de eerste aflevering. En het programma heet: Ik heb een vraag. Ik heb een vraag. In dit programma gaan wij samen proberen alle vragen waar jullie mee zitten, alle vragen over het geloof, samen te beantwoorden. Jij hebt waarschijnlijk heel veel vragen over het geloof die jij stelt aan jouw mama en papa en wij krijgen ook heel veel vragen binnen en die gaan we samen beantwoorden insha Allah taala. De eerste vraag die wij binnen hebben gekregen. De eerste vragen gaan over Allah, over Allah. De eerste vraag is wie is Allah? Wie is Allah? Heb jij daar een antwoord op? Wie is Allah? Wij weten allemaal wie Allah is toch? Allah is de naam van onze God, degene die wij aanbidden, Allah. Wat kunnen wij zeggen over Allah? Allah is al-Khaliq. Zeg mij na. Al-Khaliq. Dat betekent de maker. Allah is de maker. Allah is de maker van alles wat er bestaat. Allah heeft mij gemaakt. Allah heeft jou gemaakt. Allah heeft jouw papa en mama gemaakt. Allah heeft alle mensen gemaakt. En Allah heeft de hele aarde gemaakt. En alles wat er op aarde is. De bergen, de bomen, de zeeën, die rivieren. Allah heeft de dieren gemaakt. En Allah heeft de hemel gemaakt. En alles wat er in de hemel zit. De maan en de zon en de sterren en de planeten. En het hele heelal dat supergroot is, dat heeft Allah allemaal gemaakt. Allah is Al-Ghaliq, de maker. Allah heeft ons gemaakt. Allah is ook uh, degene die alles in de gaten houdt. Allah bestuurt alles. Allah controleert alles. Allah is Ar-Rab. Zeg mij na, Ar-Rab. Ar-Rab betekent de grote baas, onze meester. Allah ziet alles, alles wat er gebeurt, alles wat Hij heeft gemaakt, ziet Hij tegelijkertijd. Allah hoort alles, Allah hoort wat alle mensen zeggen en wat alle schepsels van Allah zeggen tegelijkertijd. De geluiden die raken voor Hem niet door de war. Allahu akbar. Allah hoort alles, Allah ziet alles, Allah weet alles. Allah weet wat er is gebeurd wat er nu gebeurt, wat er zal gebeuren in de toekomst, Allah weet alles. Dus Allah is Ar-Rabb. Onze baas, onze meester. Maar Allah is geen gemeene baas. Nee, Allah is Ar-Rahman Ar-Rahim. Dat betekent de allerliefste en de allerbeste. Allah is de allerliefste die er bestaat. Er is niemand die liever is dan Allah. En Allah heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben. Allah zorgt heel goed voor ons. Alles wat wij nodig hebben, geeft Hij ons. Als wij honger hebben, geeft Allah ons eten. Als wij dorst hebben, geeft Allah ons drinken. Allah geeft ons kleren. Allah geeft ons een huis. Allah heeft ons familie gegeven en vrienden. Al deze mooie dingen en alle andere mooie dingen die wij hebben in dit leven. Komen allemaal van Allah. Allah is de allerliefste en Allah is de allerbeste. Niemand is liever dan Allah. Onze lieve profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam zei: Allahu arhamu bi abdihi al-ummi bi waladiha. Dat betekent dat Allah liever is voor de mens dan een moeder voor haar baby. Heb jij wel eens gezien hoe? Een moeder voor haar baby is zo lief en zo zacht. Nou, Allah is nog liever voor de mens. Allah is nog liever voor ons dan een moeder voor haar baby. Allah is ook el-Jamil, zeg mij na. El-Jamil. Weet je wat dat betekent? El-Jamil. Dat betekent de allermooiste. Allah is de allermooiste. Allah is zo en zo mooi. Dat niemand hem kan zien. Wij kunnen hem niet zien. Allah is te mooi voor ons om hem te kunnen zien. De profeet Musa, alayhi salam) in het Nederlands zeggen wij Mozes, vrede zijn met hem. Hij wilde heel graag Allah zien. En hij zei tegen Allah, Rabbi, arini anzur ilaik. O Allah, laat mij naar u kijken. Hij wilde Allah graag zien. En weet je wat Allah zei? Allah zei, Lentarani, jij kan mij niet zien. Jij kan mij niet zien. tarani. Allah zei, maar kijk naar die berg, een hele grote, reusachtige berg. Als die berg op zijn plaats zal blijven staan, dan zal jij mij kunnen zien. En Allah liet zich zien aan die berg. En weet je wat er toen gebeurde met die berg? Die berg veranderde helemaal in stof en in zand. En Musa a.s. viel flauw. Dus Musa had Allah niet gezien, maar hij had een berg gezien die Allah had gezien en Musa viel, viel flauw. Niemand kan Allah zien. Onze lieve profeet Mohammed wasallam zegt ook uh, over Allah hijabuhun nur. <noor> dat betekent dat Allah zich heeft afgeschermd met licht. De bedekking tussen Allah en zijn schepsels is van licht. En als Allah deze bedekking wegneemt, dan verbrandt alles en iedereen, want zo mooi is Allah en wij kunnen dat niet verdragen in deze wereld. Maar als wij straks in Al-Jannah zitten, inshallah, Al-Jannah is het prachtige paradijs van Allah waarin wij alles krijgen wat wij maar wensen. Als wij daar straks zitten, dan is het mooiste wat wij gaan krijgen. Is dat wij mogen kijken naar Allah en zullen praten met Allah en dicht bij Allah zullen zijn. Dat is Allah. En als laatste, Allah betekent de enige die wij mogen aanbidden. Wij mogen alleen bidden voor Allah en voor niks anders en voor niemand anders. Waarom is dat, zou je misschien zeggen, waarom mogen wij alleen Allah aanbidden? Omdat Allah de enige is die ons heeft gemaakt. Wij mogen alleen degene aanbidden die ons heeft gemaakt. Omdat Allah de enige is die ons alles heeft gegeven wat wij hebben. Dus wij aanbidden alleen degene die ons alles heeft gegeven. Omdat Allah de enige is die alles bestuurt. Wij aanbidden alleen degene die alles bestuurt. Omdat Allah de enige is die perfect is. Hij is perfect. Hij heeft geen begin. Hij heeft geen eind. Hij was er altijd al. En hij zal er altijd zijn en daarom bidden wij alleen Allah. En dit is het antwoord op jullie vraag: wie is Allah?